ga lekker, nou ja, ik weet wel wat ze ongeveer willen, maar ja. Gelukkig kan ik mijn eigen dingen heel goed doen. Omdat ik heb gehoord dat er wel heel veel Latin House liefhebbers hier zijn. Dus, ja, ik kan gewoon lekker mijn eigen ding doen en daarom ben ik blij dat ik hier ben. Oké, en je draait denk ik ook, want ik zag Amy's vader natuurlijk ook staan. Dat ik mag eigenlijk wel met trots zeggen dat het wel de grootste is. Ik heb het gehoord, inderdaad. Heb je geen kriebels of zenuwen? Nee, het is gewoon Jullie gaan het gewoon leuk gezellig maken. Ja, een gezellig feestje gewoon. Ja. En jij meneer, gaat ook... gezellige boel maken. Ik denk dat ik hoop het. Ja, zeker, 2 uur wordt zeker knallen. Ja? 100% jammer. Absoluut. Ja. Oké, het is een Jungle Fever Edition. Ja. Hij wil de mic terug. Ja, sorry man. Sorry. Dat is een mic, man. Sorry man, ja. Jungle Fever Edition, dat wordt het 2 juni in Club Touché. Dus dat betekent dat het ook een jungle vibe gaat hebben. Ja. We gaan een te gekke fit area hebben ook. Het wordt helemaal aangekleed door presidenten. Die mannen zijn onze hoofdsponsor. Ja. Dus zij maken het tot een te gekke avond. Het wordt helemaal groen en krijgt een hele jungle vibe. Dus ja, dan weet je dat. Green entertainment. Ja, kan ook. Je kan een moeilijk geel. Snap je? Maar door de bladeren gaan zoeken. Nee, maar dat is het sowieso. Oké, de jongens zitten hier natuurlijk niet zomaar. Ze hebben je al denk ik helemaal opgehyped, want je kan ze niet missen. Je hoort en ziet ze overal. Ik kan het niet missen. 492727. Jonna, dat is het nummer. Ja, 492727. Dat is het nummer waarop je nu moet bellen. Want de eerste beller krijgt alvast een VIP-kaartje. En we doen het heel makkelijk vandaag. Heel snel, want we moeten ze zo meteen eruit gooien. Dus we doen het heel makkelijk en heel snel. 492727. Dat is het nummer waarop je nu moet bellen naar de studio. Oké, dan gaan we verder. Want we hebben kaartjes. Ja, we geven 2 VIP-kaartjes. Oké, iedereen geeft normaal. Gewoon kaartjes weg, snap je? Maar wij dachten, we doen het wat anders. Het is Green Entertainment, het is altijd anders. Dus wij geven VIP-kaarten weg. We hebben 2 VIP-kaarten die we weggeven. De eerste is dan natuurlijk voor de eerste beller. Bel je pap, heb je gelijk een VIP-kaart. De tweede, stel hem een makkelijke vraag. Heel makkelijk, het zal wel iets zijn als ja, is... lijkt die niet op Savado, aangezien ze dat ze niet. Dat is een heel makkelijke vraag. Het gaat natuurlijk om de VIP-kaarten die we hebben. Dit is heel mooi, dus een hele, het is exclusief, weet je, het is helemaal goed in elkaar gezet. Dus ik zou zeggen, weet je, bel gewoon, want je wilt dit niet missen. Je wilt sowieso deel uitmaken daarvan. Eigenlijk bedoelde ik die kaartjes die andere, waar we kunnen kopen. Oké, goed. Maar ik dacht, ik ga even ook. Nou, die kaarten die worden overal verkocht, een beetje, nou ja, overal in Paramaribo is er wel een deel waar het wordt verkocht. We hebben... Bij Swiss en zo hebben we kaarten, we hebben bij Bisou Pink, bij de Mals, we hebben bij Green Tours and Travel en Weg naar Maratretten. En natuurlijk ook bij Dresscode hebben we kaarten. En die kaarten zijn maar 30 SRI per stuk. Ja. Dat is in de voorverkoop. Mm-hmm. Het is veel duurder later. Dus zorg ervoor dat jij je kaart... Ja, sorry. Oh, oké, okay, ja. Goedemiddag. Goedenavond. Wie hebben we aan de lijn? Wie? Dien. Cyril. Celine. Klim hoor. Clean! Ja man! Big up! Het ligt niet aan mij hoor! Was die mannen, ja. Het enige wat je moet doen voor ons is gewoon zeggen Big up Green Entertainment en dan heb je een VIP kaartje. Ja! Sandy, geef je naam door en je kan je VIP kaartje dus komen afhalen. Yes, thank you. 100.000. Ja man, yo, thank you. Je kan het morgen komen ophalen hier op kantoor hoor. Niet nu. Niet nu. Morgen vanaf 9:00 tot 3:00 kan je op kantoor bij ABC. En dan kan jij je VIP-kaartje komen ophalen. Als het goed is wordt alles nu genoteerd. En dan hebben we nog 1 VIP-kaart weg te geven op het nummer 492727. En die gaat... Ja, dat is geen vraag. Nee, maar we willen het makkelijk houden. Eigenlijk, je moet het niet... Kijk, eerst hebben we al gewoon weggekeken hier. Snap je? Je kan ook gewoon zeggen... Ja, je moet het vragen. Je moet zeggen wat hij moet doen, vragen. Zoiets bedoel ik. Nee, maar waar waren we gestaan? Kaartjes. Nee, daarna. Ik weet niet meer wat anyway, je kan je kaarten vinden bij Bisou Pink, bij de Mals, Dresscode, Green Tours en Travel, Weg naar Maratretten, SS en zo. Een kaartje kost maar 30 SRE in de voorverkoop. Bij de poort duurder. En bij de poort duurder. Veel duurder. Ja, niet veel duurder, maar toch meer dan 30 SRE. Lijkt je niet achter? Nee, absoluut. Ik zal het proberen. Kijk, jij mag praten, dan ga ik die informatie geven. Oké, okay, als het werkt. Okay. Ja, ready? Ja. Yeah. Go. Je kan je kaartje vinden bij SS en zo, Green Tours en Travel, Weg naar Maratretten, Dresscode, Bisou Pink. Bij de Mals, 30 SRE in de voorverkoop en natuurlijk duurder bij de poort. Ook kan je dus voor
100 SRD maakt, kan je VIP-kaarten krijgen. Maar die VIP-kaarten, die worden alleen verkocht bij Green Tours en Treffen. Aan de weg naar Maratrette. Daar alleen kan je VIP-kaarten krijgen, 100 SRD maar. Ook hebben we tafels, zet eens bel even of ping. Of ga je even onze Greenberry pin geven. Hé, hey, het is twee kanten. Ook, ja, dat doen ze tegenwoordig Beller. Ook. Oké, okay. Beller. Beller. Dankjewel, Beller, je hebt mijn leven gered. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, ik ben Morena. Ja. Hoe gaat het met u? We gaan een makkelijke vraag stellen, Morena. Heb je dus dat hele ding gevolgd vanaf begin tot eind tot net, dus? Niet echt, nog? We hebben een beetje vrooitie. Kan je alsjeblieft je televisie een klein beetje zachter zetten? Ja, oké, okay, geweldig. Morena, het is heel makkelijk. We gaan een makkelijke vraag stellen. Hoe heet dat feestje? Hey. Ja! Nee, ze zegt het zo.